Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 16 juni 2023 en ik ga vandaag weer vloggen. Dus kijk gezellig mee met deze vlog. En ja, dan weer aan Joyce, zoals jullie misschien al aan de titel en ook al aan de thumbnail zien. Just Dance 2024 komt eraan. En ja, ik speel al toch al een aantal jaar. De laatste tijd niet heel vaak, maar ja, ik vind het nog wel leuk om te spelen. En ja, ik speel het niet heel vaak, maar ik kan gewoon niet, weet ik niet wat ik zeg, maar goed. Ja, gewoon Just Dance 2024 komt eraan. Nog niet, er zijn al een aantal liedjes bekend, maar nog niet alle liedjes staan er nog. Weet ik het, maar er zijn al een aantal liedjes bekend, zoals Flowers van Mary, nog heel goed, maar gewoon Flowers van Mel Millie, nog iets, geen idee of ik het goed uitspreek, maar goed, Flowers komt er dus aan, en nog een aantal andere liedjes. Ik heb er een screenrecording van de trailer gemaakt, en ik dacht, ik zal het jullie even laten zien. Maar dan, ik denk niet dat ik het geluid kan laten horen. Ik denk dan dat dat iets te maken heeft dan met, weet het nu, copyright. Dus ik denk dat ik kan wel de trailer laten zien. Maar ik denk niet dat liedje of de achtergrondmuziek wat erop staat. Dus daarvoor gebruik ik dus even een andere muziekje erop. Dus jullie zullen wel wat daarop te zien is, zien, maar niet het alles, alle geluiden, muziekje, wat er ook op staat. Als jullie ook willen horen muziek en liedje, wat er ook op de achtergrond muziek horen, dat kunnen jullie dan ook gewoon op YouTube zelf bekijken. Maar ik dacht, ik laat jullie nu even zien, gewoon even de trailer. Dus hier komt de trailer. Ik heb het rollen al even afgedaan achter, want ik ga dadelijk werken en dat is dan ook voor de KVA's goed, beter, iets minder warm natuurlijk. We hebben ook een airco, maar die staat nu even uit, dus ja. Maar goed, dat was dus de trailer van Just Dance 2024 en zoals jullie zien staan er ook al, net zoals ik net al zei, dat het liedje van Flow was ook al in 2024. Komt. En er komen nog een aantal andere liedjes, die hebben jullie ook al in die video gezien, op het einde. Maar hier, op deze foto, ik zal het nog even laten zien, zijn dus alle liedjes, al een paar liedjes, die dus eigenlijk in Just Dance 2024 zullen komen. Dus ja, ik kan echt niet wachten eer tot ik weer Just Dance 2024 weer kan spelen. En ja, ik kan gewoon niet wachten. En welke liedjes er allemaal komen. En ja. Maar goed, we zien het wel. Welke liedjes er allemaal eraan komen. Of daarin te spelen zijn. De datum
weet niet of er ook altijd iets in is. Maar goed, ga even kijken of de datum. Ja, jullie zullen als. Goed, de datum is ook wel belangrijk, maar ik denk dat jullie dat ook wel op internet en ook in die video misschien wel te zien zal zijn. Misschien was het ook al in die video te zien. Maar goed, ja, dat wou ik dus even laten zeggen. Dadelijk ga ik naar mijn werk toe. En dan, ja, dan zien we wel wat we gaan doen. Ja, goed. Dat is. Ik ga gewoon even stoppen met praten. En dan zie ik jullie, als het goed is, vanmiddag weer. Of anders zie ik jullie in de avond weer als ik de vlog ga afsluiten. Maar goed. Nou, dames en heren, ik ben inmiddels alweer thuis aangekomen van mijn werk. En ik had vanochtend in mijn agenda gekeken. En zondag, dus over 2 dagen, is dat dus Vaderdag. En dat is echt erg, maar ik heb nog niks besteld, nog niks gekocht of zo. Maar ik had wel een leuk idee, maar of dat idee nu echt leuk zou zijn. Mijn vader is de laatste tijd vaak aan het koken. Eerst deed mijn moeder dat altijd. Als ze dat nu doet, mijn moeder dat ook nog, maar wel iets minder. Nu doet mijn vader vaak koken. En ik zat te denken om iets van een schort met een tekstje of iets daarop te laten bedrukken zelf. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet echt, niet echt iets is. Of gaat ze, ja, als ik dan. Ik bedoel of ik dat wel ga redden, weet je. Want dat moet ook bedrukt worden. Niet tot het weer te laat is aangekomen. Ik denk dat het beter morgen aan zou kunnen komen. Want toen het op zondag aan zou komen, was het dan niet op zondag. Dus ja, morgen moet ik het wel. Als ik dat nu nog allemaal doe, ik denk dat ik beter iets kan gaan doen. Ik denk dat ik beter iets kan gaan kopen of zo. En in plaats van iets zelf bestellen of iets gaan bedrukken. Want dat gaat niet echt, denk ik. Ja, het gaat wel. Maar ik denk, als ik het morgen in huis wil hebben, zal dat bestellen niet doorgaan. Dus ik denk dat ik beter iets kan gaan kopen voor Vaderdag. Maar morgen heb ik vrij, dus op zich zou ik dat morgen ook wel kunnen doen. Nu heb ik gewerkt. Ik denk dat ik dat beter morgen ga doen, want morgen heb ik toch vrij. De hele dag de tijd, maar nu is mijn vader ook weer thuis. Dus morgen is mijn vader ook een halve dag werken. Dus ja, ik denk dat ik het beter morgen kan gaan doen dan nu vandaag nog. Want morgen heb ik toch de hele dag vrij, niks te doen. Dus ja, morgen ga ik denk ik kijken voor in de winkel voor iets voor een Vaderdag cadeau. Ik heb geen idee wat, maar dat zien we al in de winkel. Maar ik denk dat hele soort ideeën en alles, hun eigen zelf bedrukken, bestellen, niks gaat worden. Wie weet, misschien wel voor volgend jaar. Maar voor dit jaar denk ik niet als ik het morgen in huis wil hebben. Nee, ik denk gewoon morgen gewoon kijken in de winkel voor iets Vaderdag. Voor iets voor Vaderdag en dat dus. Nou, ik ga even een korte broek aan doen, want ik heb natuurlijk de hele dag in een lange broek gewerkt. Dus dat ga ik even aandoen. Ja, is toch wel lekkerder voor een, lekkerder vooral met het warme weer. Dus dat ga ik nu even doen. Dat ga ik natuurlijk niet laten zien natuurlijk. Dus Zo, mijn korte broek is aan. Ik ga even de slippers ook aandoen. Dat is toch wel iets lekkerder. Vooral hè, nu ik op blote voeten loop. Dus Wacht, is dat zo onhandig? Eén gaat sneller aan dan de ander. Ik ga hem even zetten. Die ga ik even goed doen. Nou, dames en heren, inmiddels is het alweer 9 uur 's avonds geworden. Het is ook niet echt donker. Het begint wel iets donker te worden, misschien. Maar het is nu 9 uur geweest. Of 9 uur net, 9 uur misschien. Ik ga deze vlog nog niet afsluiten. Denk ik. Maar ik blijf nog lekker onder. Want morgen heb ik gewoon een dag vrij. Morgen is het zaterdag. En dus ik kan vandaag lekker lang opblijven. Ik blijf er niet de hele tijd op natuurlijk, omdat ik best wel moe ben. Misschien zien jullie dit al. Maar goed, ik denk dat ik deze vlog nog niet af ga sluiten.
Maar ja, geen idee wat ik nu nog wil gaan vertellen. Ik denk dat ik beter maar deze vlog gewoon ga afsluiten. Want er zal voor de rest toch niet echt iets heel bijzonders vandaag nog komen of gaan gebeuren. Dus ja, bij deze sluit ik ook deze vlog wel af. Dus ik zou zeggen, vond je het een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen, tot morgen bij weer een nieuwe vlog.